verschillende opleidingen gehad. Ik heb mijn master mogen doen in Argentinië. Ik vond dat toen fantastisch, omdat ik... Zo leert ook die wereld beter kennen, want... Voor van eigen onderzoek. Ik ben heel graag bezig met literatuur. Met deze opleiding kan je heel veel kant op. Mensen vragen nogal vaak, van waar die keuze eigenlijk voor Indologie? Wel, bij mij is dat nogal een beredeneerde keuze, eerder dan een keuze vanuit een passie voor het land. Ik dacht gewoon, ik ga sowieso naar de faculteit Letteren en Wijsbegeerte, maar ik zou het liefst van al eigenlijk een combinatie hebben tussen cultuur, tussen geschiedenis en taal. En daarbij is eigenlijk de brede richting Oosterse taal en cultuur natuurlijk de perfecte oplossing. En dan daaruit kies je dan één afstudeerrichting. En voor mij is dat India geworden natuurlijk. Dat is een zeer intrigerend land. Ik heb geen spijt van die keuze, absoluut niet. Integendeel, het is heel interessant om de taal te leren. Hindi, ik vind dat ook een mooie taal trouwens. En Sanskriet, een oude klassieke taal die door sommigen beschreven wordt als mooier en meer geperfectioneerd dan Latijn of Grieks. Dus dat is echt fantastisch. En in het derde jaar mogen we dan naar India en dan wordt de hele Indische ervaring werkelijkheid. En dat is echt een fantastische ervaring geweest, waar je heel veel bijleert en heel veel ziet en nadenkt over jezelf en over andere culturen en zo. En India is een land die vaak wordt ervan gezegd dat je tegenstanders hebt voor India en dat je voorstanders hebt. En ik ben absoluut een voorstander, dus ik zou zeker aanraden ook om daar eens op reis te gaan. Nu ben ik dus in het laatste jaar en we hebben nu minder vakken ook. We hebben meer tijd om enerzijds onze thesis te maken, maar ook om anderzijds na te denken over wat de toekomst geeft. En voor mij blijft dat nog altijd een vraagteken, maar ik ben er zeker van dat er verschillende mogelijkheden zullen zijn. We hebben ook de belangrijkste bijdrage aan onze richting is dat we ook vooral heel breed hebben leren denken. En dat vind ik zeer belangrijk.